Dit was Tim Knol gisteravond op een barkruk in een café in stad. Maar vandaag is hij weer fris en fruitig. Leuk dat je er allemaal zijn, zo op de vroege, nou, vroege morgen. Voor sommigen is het de vroege morgen. Ik hoorde 3:30 shawarma tent, dus dat is vroeg. Je mag lekker bij elkaar wandelen, kletsen, doe het. Duidelijk? Oké, okay. We zien elkaar na de brug dan, ja? Ja, het is gewoon een hele mooie stad en er is natuurlijk heel veel cultuur, vooral dit weekend met Eurosonic Noorderslag. Dan kom je op hele mooie plekken waar ze nu hele mooie exposities houden. Maar de stad Groningen, ik kom er al heel lang, heel graag, heel vaak en je kan hier goed wandelen. We hebben 1 verkeerslicht op 7 kilometer, dus dat is al heel goed iets. We kunnen met een groep van 40 een hele mooie tocht maken. We zien zelfs wat natuur op het Noorderplantsoen, dus dat komt helemaal goed. Een stuk of 40 wandelaars en fans van Tim Knol lopen mee. Normaal zien zij hem alleen maar op een podium staan, maar nu kunnen zij in alle rust gesprekken met hem voeren. Op een podium, ja, dan ben je onbewust toch verhef je jezelf boven de mensen, omdat je dan toch een afstand creëert, onbewust. En nu is het helemaal niet, dus die afstand is weg. Dus je loopt naast elkaar, weet je wel, dus dat is gewoon leuk. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!